Hallo allemaal, welkom op Grootgroen Plus. Ik ben Arno Engels van de Bonkekerij, het vakblad. Ik heb hier nu aan tafel zitten, aan deze kant Patrick Kok, wethouder gemeente Zundert met ruimtelijke ordening in portefeuille. Aan deze kant heb ik Loek Jochems zitten van handelsbedrijf Laxon Plans uit Zundert en Otterlo. En naast Loek zit Nico van Aalen, hij is vestigingsmanager van Donkergroen, groenvoorzieningsbedrijf, vestiging Etten-Leur. We zitten hier aan tafel naar aanleiding van een opmerkelijk onderzoek wat de Royal Horticultural Society in Engeland had uitgevoerd. Ze gingen kijken van welke klimplanten kunnen nu het beste gebouwen koelen. En er kwam uit naar voren dat Hedera, de gewone klimop, dat die toch wel het beste zorgde in de zomermaanden voor koele gebouwen. De temperatuur binnen bleef gemiddeld iets van 5, 6 graden koeler. En dat kwam ook tijdens de warme wintermaanden. Bleek ook dat die gewoon heel goed presteerde. Er zouden gewoon minder vochtproblemen ontstaan in ruimtes. Omdat het werd gewoon minder vochtig. En dat onderzoek hadden ze vergeleken met verschillende andere klimplanten. Hedera, ja, iedereen heeft er zijn eigen ervaringen mee. Ik zelf ook in mijn tuin. En dan denk ik, ja, mooi, je hoeft er niet voor te schoffelen. Maar kijk wel uit voordat die de muren opgroeit. Loek, om met jou te beginnen. De conclusie van de IHS, heeft die jou verrast? Eigenlijk niet. Als ik heel eerlijk ben, ten eerste planten verkoelen sowieso al. Hè? Dus een plant geeft sowieso al een verkoelend effect door de verdamping, doordat de zon weggenomen wordt. En ten tweede, als je de hedera ziet, dan geeft het echt een totale bedekking. Of dat die rechtop groeit of plat, het geeft altijd een volledige bedekking van ja, wat eronder zit. Ja, ja. Nou, daar komt nog eens de verdamping bij van de hedera. Geen zon meer op, op de muur of op het dak of op de ondergrond. Dus eerlijk gezegd, vanuit dat oogpunt verbaast het mij niet dat de hedera daar heel goed uit naar voren komt. Even los van wat het beste is, maar dat de hedera dat goed doet, ja, verbaast mij helemaal niet. Ja, ja. En Patrick, ben je bekend met hedera? Ja, zeker. Want ook ik heb hem in de tuin, kan ik je zeggen. En bij mij kruipt hij stiekem af en toe de muur op. En denk ik, god, dat ding moet eraf, want het brengt schade. Hè? Altijd die worteltjes netjes aan de muur. Ja, ja. En ja, je hebt nogal wat onderhoud aan het plantje. Maar hij is zeker bekend. Maar ik vind het onderzoek wel heel interessant, omdat niet alleen de gemeente Zundert, maar ook andere gemeentes natuurlijk interesse hebben in groene oplossingen vanuit klimaatopgaves, maar ook vanuit bijvoorbeeld hittestress. Ja. Dat zijn het onderzoeken die ertoe doen. Ja, ja, ja. Nico, hedera lijkt misschien een beetje een oudbollige plant, maar hoe belangrijk is die nog in jullie beplantingswerk? Ik zou het zeker niet oudbollig willen noemen, eerder tijdloos. Tijdloos. Wij planten nog steeds ontzettend veel hedera aan. Dus in verschillende toepassingen als bodembedekker, maar ook tegen gevels wordt die volop gebruikt. Ja. En ik denk ook zeker met onder andere meer aandacht voor bijvoorbeeld de bijen, dat het ook een heel belangrijke bijenwaardplant is. En allerlei toepassingen is het een nuttige plant. Dus, ja. En zeker Loek, eigentijds nog. Loek, kun je dat ook terugzien in de handel? Hoe belangrijk is hedera als groot groen product? Hedera is volgens mij een belangrijk product, absoluut. Ja. Zowel van Nederland, maar de meeste producten van ons gaan naar het buitenland. Engeland, Ierland, Scandinavië. Ja. En wij zien dat hedera gewoon voor ons een belangrijk product is. Ja, ja, ja. Ik wil het graag iets breder trekken, hedera. Het gaat natuurlijk algemeen, zijn er een paar trends in de markt, internationaal. Hè? Groene daken, groene muren, aankleding, dat die in zijn. Patrick, in hoeverre effecten van groen op gezondheid en de leefomgeving, in hoeverre wegen die mee in het gemeentelijke groenbeleid? Nou, ik denk echt een terechte vraag. Het is ook een hot topic. Hè? Ja. Men spreekt er ook veel over. Leefbaarheid is de nieuwe aanvliegroute, hoe wij de ruimtelijke ordening verder vorm willen geven. Ik zie uit onderzoeken naar voren komen dat het bijvoorbeeld ook de criminaliteit tegengaat, hè? De groene omgeving. Het vermindert de stress is ook relevant. Ik ga zelf ook naar het bos, hè? Om maar even een praktisch voorbeeld te geven op het moment dat ik wat stress heb, om over dingen na wil denken. Ja. Maar het zorgt ook voor minder gezondheidsklachten, laten onderzoeken zien. En laten we, last but not least, de verkoeling. We hebben ook een hittestress voor onze gemeente gedaan. En dan zie je heel duidelijk waar het plantje niet is.
En groen lost daar een deel van op. Dus dat is een opgave. Ja, ja, ja. Nico, merken jullie dat ook in jullie klantenvraag? Effecten van groen op gezondheid. Dat bewust meer wordt genoemd van we hebben een project. En om die en die reden willen we het graag uitvoeren. Absoluut. We merken zeker vanuit overheden dat die vraag vaak komt. Maar ook bedrijven zijn er veel mee bezig. Dus de omgeving van de kantoren krijgt veel aandacht. Maar ook interieurbeplanting. Is hot op dit moment en mede vanwege de bijdrage aan de gezondheid van de medewerkers. Ja, interieurbeplanting noem je het, dus ja. Zowel binnen als buiten. Zowel binnen als buiten, inderdaad. Ja. Ja, ook binnen zorgt het natuurlijk voor een verkoelend effect, geluidsdempend en zuurstofproductie. Dus het zorgt voor een beter binnenklimaat ook. Ja, ja, ja. Even terug naar Hedra. Wat adviseren jullie klanten in verband met als wortels hechten aan stenen of aan voegen? Om dat probleem te voorkomen dat ze zeg maar de muren aantasten? Wij adviseren in ieder geval om het niet aan te brengen op een oude gevel waar scheuren in zitten of een gevel waar randen aan zitten waar ze onder kunnen schieten. Ja, dat ze er binnen kunnen groeien. Inderdaad, dat zou kunnen. Of een scheur zou ze in kunnen groeien en dat kan verergeren daardoor. Dus een goede, moderne gevel, zou ik zeggen, met goed voegwerk en dergelijke, daar kan het op zich prima tegen de gevel zelf aangroeien. Dan moet je er wel rekening mee houden dat het zich hecht en als je het ooit wilt verwijderen, dat sporen nalaat. Ja. En daarnaast hebben we systemen met klimkabels, dat je een afstand creëert tot de gevel. En dus ook een gevel kunt bedekken zonder dat die per se... Met klimkabels, ja. In plaats van wat vroeger vaak een raster of zo tegen een gevel. Inderdaad, ja. Tegenwoordig vaak met RVS-kabels, met afstandhouders gewerkt. Ja. En dat geeft hetzelfde effect, alleen minder hechting aan de muur. Ja, ja, ja. En welke andere klimplanten worden nu best wel veel gebruikt? Wingerd onder andere, blauwe regen, dat zijn wel de soorten die vaak ook de hoogte in willen natuurlijk. Ja. Maar ook klimatensoorten natuurlijk, we hebben een uitgebreid assortiment in. Klimatens. Ja. En je kunt een mooie combinatie maken natuurlijk met Hedra. Misschien op zich, je noemde het net oudbollig, maar misschien is een Hedra soms wat saai. Maar als je die combineert met een bruisluier of een klimatens, dan kan dat wel heel mooi zijn. Zou je nou kunnen zeggen, gezien de uitkomst van het onderzoek, hè, dat het plantje nu als het ware van wat minder gewaardeerd of ondergewaardeerd toch wat in de opweg is om gewaardeerder te worden, zeg maar, ook gezien de opgaves die we kennen in de openbare ruimte. Absoluut, en zeker met de uitkomst van dit onderzoek, dat die ten opzichte van zorggenoten die klimmen een factor 5 meer isolatiewaarde biedt, denk ik dat die alleen maar meer populair zal worden. En dat is met name dan ook de dichtheid van het blad, hè? Wat daar een belangrijke rol in heeft. Ja, je krijgt een dicht pakket met veel blad en wintergroen natuurlijk draagt er ook aan bij. Dus, ja, de bladerdek op zich. Ja. Ja. Loek, is dat voor jullie al een markt in opkomst of zijn er al mee bezig? Leveren specifiek voor groene muren, maar ook groene daken? Sedum is iets dat is er al langer, hè? De sedummatten. Ja. Dus dat zie je al een paar jaar terug, zeg maar. Ja, het ligt hier inderdaad ook op tafel. Ik zie jouw gebaar. Dus de sedummatten zien wij al langer. Iets wat opgroeit kun je ook natuurlijk langs muren laten gaan. Hedra is voor ons een product. Oudbollig, ik ben het helemaal mee eens. Ik denk het niet eens meer. Ik denk dat het weer een beetje trendy ontworpen is. Wat we zelfs eerder weer terug zien komen. Als dat het minder wordt, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat het steeds belangrijker wordt. Moet ik wel zeggen dat veel van onze klanten zijn klanten die, zeg maar, die zelf vervolgens in het buitenland richting hun klanten gaan. Ja. Dus waar alles voor gebruikt wordt, weten wij niet altijd. Wij worden af en toe wel eens betrokken bij projecten in het buitenland. Waarbij we een compleet pakket aan planten leveren voor een bepaald project wat aangeplant wordt. Ja, daar is het natuurlijk, daar komt het dan wel aan de orde. Ja. Maar zien we het veel? Nee, nog niet, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Ik denk dat het een beginnende ontwikkeling is, als ik eerlijk ben. Ja. Je zou bijna denken dat dat puur of vooral speelt in stedelijke omgeving, hè, waar meer gebouwen zijn en waar minder groen tot op heden is. Dus ja, misschien een gekke vraag voor gemeente Zundert, want die staat natuurlijk bekend als supergroen. In hoeverre komt vergroening van muren en daken hier terug in Zundert?
Ja, het komt wel terug, maar we hebben daar nog niet specifiek voor deze twee onderdelen zeg maar, beleid voor uitgestippeld. Wat we wel hebben gedaan, en dat is ook goed om te melden, is dat wij, we hebben als gemeente ook aangesloten bij de Global Goals, hè, waar de klimaatadaptatie en de duurzaamheidsopgave van de aankomende 25, 30 jaar ook zijn geformuleerd. Dat hebben wij vervolgens ook vertaald in onderliggend beleid. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld ook beleid, integrale beheerplannen, GVP's, maar ook onze waterreguleringsplannen. Om daar de klimaatambitie in de openbare ruimte ook te laten landen. En is mijn raad volstrekt helder. Die zegt, we willen meer groen en minder grijs. Nou, daar ga je al, hè? Ja. En dan kom je vervolgens bij de uitwerking daarvan, bij de uitvoering. En dan komen dit soort opgaves ook naar voren. En laat ik ook zeggen, we hebben ook de stresstest klimaat gedaan, klimaatstresstest. En je zegt, ja, we zijn natuurlijk een groene gemeente. Mm. Maar ook die uitkomsten laten zien dat wij in onze stedelijke omgeving, hè, dus in dorpscentra's, zien dat er, nou neem bijvoorbeeld hitte, dat er echt een aantal knelpunten zijn die op te lossen zijn. Ja, en daar willen wij ook graag mee aan de slag. Ja, ja. Dus wij zijn juist op dat kantelpunt om het ook op projectniveau zeg maar door te voeren. Ja, ja, oké. Okay. Ik ben benieuwd hoe dat zit bij hoveniersbedrijven. Nico, wat voor verticale beplanting, daar heb je natuurlijk wel meer nodig dan alleen een plant of bijvoorbeeld een klimrek. Hè? Je hebt een heel irrigatiesysteem nodig. Ja. In hoeverre zijn jullie daar al mee bezig? Je ziet dat, wat mijn buurman ook al zei, het is in opkomst. De laatste tijd hebben wij verschillende systemen gemaakt. En op dit moment ook nog eentje in uitvoering, een sedumdak zoals hier voor ons ligt. Die hebben jullie zelf ontwikkeld, die systemen, of is dat er wij al? Wij hebben als bedrijf binnen, hebben wij een eigen systeem inderdaad. Okay. Dus, maar er zijn natuurlijk ook systemen in de markt die door derde partijen worden voorgeschreven en daar werken we ook mee. Dus, maar dat, het is erg in opkomst. We zijn op dit moment, zoals ik zeg, in uitvoering. En we hebben net een paar projecten gerealiseerd. Ja. En aan de voorkant bij de calculatie komen er steeds meer binnenlopen. Okay. Dus, wat bedoel je met worden voorgeschreven? Dus er staat dan in de bestekomschrijving welk systeem je moet gebruiken voor die en die beplanting. Inderdaad, ja. Oké. Okay. Ja, soms zitten wij vooraan mee aan tafel in een design- en construct situatie natuurlijk. En dan streven we ernaar om ons eigen systeem voor te schrijven. Maar je schrijft natuurlijk ook mee op werken waar iets al bedacht is van tevoren. En een systeem is voorgeschreven inderdaad in het bestek. Ja. Ik wilde graag dit onderwerp afronden. Ik zou zeggen, dank jullie wel allemaal voor jullie bijdrage. En de kijkers bedankt voor het kijken.